internationale klimaatpanel, de IPCC, is in opspraak geraakt. Niet omdat er fouten in stonden over smeltende Himalaya-gletsjers, maar omdat politieke motieven een rol hebben gespeeld bij het opnemen van die passages. En dat is een ernstige fout. Als de internationale gemeenschap er niet meer van op aan kan dat de IPCC waardevrije wetenschap bedrijft, dan vervalt de basis voor internationale klimaatafspraken. En dan moet dus orde op zaken worden gesteld. Het beste zou zijn als de heer Pachauri, de baas van het IPCC onder wiens verantwoordelijkheid dit is gebeurd, de eer aan zichzelf houdt en zo de weg vrijmaakt voor een herstel van vertrouwen in waardevrije wetenschap van het klimaatpanel.